vandaag bij mij te gast Lea Godet van Animal Safe Nederland. En zij vraagt aandacht voor alle dieren in de industrie. En naast haar Mirjam Hendricks. En zij is van, ik moet het goed zeggen, theaterkoor Tint. En die acteren en die zingen erop los. Ik zou niet zappen, ik zou blijven kijken. Welkom bij Dommeland Live. Nou, dames, welkom. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ik wil even zeggen, we hadden boswachter Frans Kapteins uitgenodigd, maar die is ziek. Ja. Dus dank dat jij zo snel kon komen. Nou, het was een hele verrassing vanochtend toen ik werd gebeld. Ja. Ja. En ik kan Frans wel beterschap wensen, maar eer dit uitgezonden wordt, staat Frans weer met zijn laarzen in de Campina te vroeten. Dus, ja. Ik wil bij jou beginnen, Lea. Ja. De link met Boksel is snel gelegd, want wij zagen elkaar een kleine 2 weken geleden. Waren wij samen bij de Vion. Bij de Vion. Ja, wat deden we daar? Wij zeggen daar, eigenlijk geven een laatste groet aan de varkens die daar geslacht worden. Er zijn er ongeveer 16.000 per dag, elke dag. En wat wij doen als organisatie is, we geven ze een beetje water. En wat we graag willen doen is, we willen die dieren laten zien. En dat doen we in goed overleg. Dus we hebben afspraken met het slachthuis gemaakt. En we mogen daar op het terrein zijn en ze filmen. Ja, de dieren laten zien, wat bedoel je daarmee? Nou, de meeste mensen die beseffen niet dat een stukje vlees ooit een dier was. Dat klinkt heel logisch, maar heel veel mensen, als je in de supermarkt loopt en je ziet vlees, dan zien ze ook daadwerkelijk vlees. En tegenwoordig hebben we die dieren zo uit de maatschappij gehaald, dat mensen niet meer het dier achter het stukje vlees zien. En dat willen wij graag in beeld brengen. Soms als je naar het zuiden gaat, in de winkels in Spanje of zo, zie je nog wel eens een varkenskop liggen. Ja. En dan zie je mensen... Oh, dat vinden we heel erg. Ja, klopt. Dus ze wilden het wel eten, maar ze wilden niet weten wat het vandaan komt. Mensen willen het niet zien. En dat, daar proberen wij verandering in te brengen. Dus wij hebben natuurlijk zelf onze ideeën over hoe je met dieren om moet gaan en of je die wel of niet zou moeten doden. Wij vinden zelf van niet. Maar we vinden ook dat mensen daar zelf een keuze in moeten kunnen maken. Maar op dit moment zijn mensen niet zo goed geïnformeerd over die keuze. Dus, hoe bedoel je? Niet zo goed geïnformeerd? Nou, ze zien maar een heel klein stukje. Dus ze zien heel vaak plaatjes van het dier in de modder, in de wei. Maar de varkens in Nederland leven niet in de modder, leven bijna niet buiten. Het meeste vlees wat mensen eten, vooral varkensvlees, dat groeit op in potdichte stallen. En heel veel dieren zien echt pas voor het eerst de zon, voelen de buitenlicht op het moment dat ze naar de slacht gaan. Ja, en jullie organisatie, Animal Safe Nederland, die doen dat op een... protesteren kan ik niet noemen, maar op een vreedzame manier. Jij noemde het wakens. Ja, we noemen het een waken, omdat we daar eigenlijk... Ik zeg altijd, we staan daar niet tegen het slachthuis, we zijn daar voor de dieren. Dus we staan niet met borden aan de poort of met megafoons. Maar we proberen daar goede afspraken over te maken en de dieren echt in beeld te brengen. Dus ook bij Vion gaat het gewoon in goed overleg. Ja, nou, ik heb een klein stukje wil ik laten zien en dan wil ik aan jou vragen of je even commentaar wil geven. Dat zijn beelden van de afgelopen, een kleine 2 weken geleden. Ja, nou, hier komt de vrachtwagen aan bij het slachthuis. En hier zie je onze deelnemers bij de vrachtwagens. Dus we hebben toestemming om dichtbij te komen. Hier zie je dus ook de dieren in de wagen zitten echt dicht op elkaar. Het is verschillend ook. Deze liggen eigenlijk wat rustiger. Soms is het ook wat drukker. Je hoort geen geluid, maar je hoort ook echt het geschreeuw. Dat zou je zelf ook gezien hebben. Ja, gehoord hebben. Ja, gehoord. Ja, gehoord. Ja. Ja. Even over jouzelf. Hoe ben je hier nou ingerold? Ik ben ongeveer 7 jaar geleden veganist geworden. Hoe oud was je toen, mag ik dat vragen? Dan was ik al 34, denk ik. Ja, ongeveer. 33, 34. En ik had eigenlijk geen idee wat er achter al die producten zat. Dus ik had eigenlijk helemaal niet het idee dat er zoveel leed achter zat. Ik was wel al vegetariër, maar nog steeds legde ik niet echt de connectie. Wat is het verschil? Kun je even uitleggen? Nou, een vegetariër eet geen vlees en een veganist eet eigenlijk helemaal geen dierlijke producten, maar draagt ze ook niet of gaat niet naar een dierentuin. Eigenlijk alles waar dieren mee gefokt of gebruikt worden voor financieel gewin, daar doen wij niet aan mee. Ja, en op een gegeven moment dacht je, ik word vegetariër, veganist of...
Ja, precies. Ik zag een filmpje, dat ging eigenlijk over de eierindustrie. Dat waren kuikentjes die gingen door een versnipperaar. En dat vond ik helemaal verschrikkelijk. Dat vond ik hartstikke zielig. Maar dat blijkt standaard praktijk te zijn. In Nederland, tegenwoordig gaan ze niet meer door een versnipperaar, maar worden ze vergast. En ja, daarna zag ik een filmpje van een kalfje wat werd weggehaald bij de moeder. En ja, die kalfjes die worden gedood natuurlijk. En daar had ik nooit bij stilgestaan. En dat was voor mij het aha-moment. En toen dacht ik eigenlijk meteen van ja, hier wil ik iets aan doen. En zo ben ik bij de Save Movement gekomen. Ja. En even terugkomend op die actie. Merk je dat zo'n actie zin heeft? Of wat jullie doen dat zin heeft? Ja, heel veel mensen zijn gewoon niet bewust. Die hebben die dieren eigenlijk nog nooit gezien. Je ziet het varkens gewoon niet. En als je dan zo'n filmpje zoals net bekijkt en je kijkt ook echt even naar die dieren, dan ben je ineens heel bewust dat zo'n dier gevoelens heeft. En dat het eigenlijk niet heel veel verschilt van een hond of van een kat. En als je dan gaat bedenken, als het een vrachtwagen vol met honden of katten zou zijn, dan zouden we daar niet met 20 man staan, maar met 100 man. Of misschien wel meer. Maar we zijn gewend om daar verschil in te maken. Dus een varken is anders dan een hond of kat of een koe. Maar eigenlijk is dat niet zo, want ze voelen allemaal op dezelfde manier. Ja. En ja, dat is gewoon belangrijk. Oké, dan word je veganist en dan sta je in de supermarkt en dan? Ja, dan is het ineens, wat voor mij heel lastig was, is dus dat ik geen vlees meer kon zien. Maar ik zag dus echt in stukken gesneden dieren. En dat heb ik nog steeds. Als ik door het vleesschap loop, ja, dan zie ik die varkens die ik daar ook op het filmpje zag. En die ik ook heel vaak tegenkom. Dus ja, dat is voor mij het verschil. Het eten zelf, want ik ben echt van de een op andere dag veganist geworden. Ja, daar kwam ik eigenlijk heel snel achter wat ik dan wel kon eten. En ja, tegenwoordig is het steeds makkelijker. Gaan we zo proeven. Maar jij bent ook tegen, stel dat een varken lekker in de modder heeft gelegen tot een mooie leeftijd. Ja. Dan zeg je nog van nee. Nee. Dan vind je nog dierenleed. Nou ja, dan ga ik weer terug naar de vergelijking met een hond of een kat. Als die een mooi leven heeft gehad, dan brengen we hem niet naar Vion. Dan gaan we hem niet opeten. Dus waarom zou ik dat dan wel met een ander dier doen? Oké, maar het gebruik van vlees voor de mens, hoort dat niet een beetje bij de mens? Nou ja, ik denk dat ik wel. Ik ben 7 jaar vegan, ik ben heel gezond. Dat begrijp ik. Ja. Maar ik begrijp dat je zonder vlees kunt. Ja, nou ja, dat is mijn een beetje mijn punt. Als het niet hoeft, waarom zouden we het dan doen? En ik ben helemaal van mening dat dat vroeger natuurlijk heel normaal was. Maar vroeger hadden we er geen Albert Heijn. Toen kon je niet even je quinoa burger halen om de hoek. Dan moest je wel. Dan was je echt afhankelijk van die dieren. Ja. En dat is veranderd. En daarom denk ik dat het gewoon makkelijker is om. Want als ik heb een filmpje gezien op jullie site. En er komt dan slow-mo beelden, vioolmuziek bij. En dan. Tuurlijk, ja. Ik kan me voorstellen, mensen dan echt te eigen schamen als ze vlees gaan eten. Nou, het is goed om je dat eens een keer te beseffen, dat dus een dier is. En er mag best wel iets meer gevoel bij komen, denk ik. Ik vraag me dan af of je nu ook kan inzetten op andere dingen. Bijvoorbeeld varkensvlees is niet zo goed voor de mens. Ja. Of laten we nou eens minder met z'n allen. Omdat ik merk dat mensen zo weinig, ze vinden dat ze zo weinig mogen. Ja, maar dat is natuurlijk, daar ben ik niet helemaal mee eens. Kijk, wij zeggen ook tegen niemand wat hij wel of niet moet doen. Ik ga niet met iemand mee naar de supermarkt en zeg je mag niet dit of je mag niet dat. Ik zeg ook niet tegen mensen van je bent een dierenbul als je dat wel eet. Ik zeg tegen mensen, of wij als organisatie zeggen, kijk nou eens naar die filmpjes. Kijk in die dieren hun ogen en ga dan zelf bedenken of je dat wel of niet wilt. Ja. En wij zien dus door die acties dat heel veel mensen eigenlijk denken van, ja, eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Want ik heb me dit niet gerealiseerd. En dat is wat wij doen. Dus wij dringen eigenlijk helemaal niks op. Want dat krijg ik altijd aan mijn hoofd. En het wordt zo opgedrongen. Ja. En je wordt kapot gegooid met vleesreclames. Maar daar horen we dan nooit iemand over. Nee, dat begrijp je. Maar bijvoorbeeld, ik las vandaag in de krant, heel actueel, de PETA-dierenorganisatie. Die gaat nu bij de Efteling de discussie aan over de paarden. Ja. Wat vind jij daarvan? Nou ja, ik vind paarden zijn er. Kijk,
dieren zijn gewoon zichzelf. En mijn mening is dat we die niet hoeven te gebruiken voor eten, niet voor sport, niet voor entertainment. Nee, maar als een hobbelpaardje in een draaimolen, als daar een kind op gaat zitten, dan is dat een verkeerde associatie voor later? Of? Nee, dat vind ik geweldig. Laat kinderen vooral op een hobbelpaard zitten en niet op een echt paard. Ik denk dat een heel goed alternatief is. Ja. Ja. Nou, duidelijk. Ik heb vanmiddag zitten denken over een bruggetje naar Mirjam. En toen dacht ik, nou, leed wordt altijd verzacht door middel van muziek en zingen. Ja. Maar dan straks hoorde ik in een bruggetje waar de honden geen brood van lusten. Oh ja? Want jouw vader was slager, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Een betere brug kan ik niet indenken. Nee. Ja. Wat denk jij als je dit hoort, mag ik daar vragen? Ja, zeker. Ik ben zelf wel gaan minderen met vlees. Wij eten gewoon een aantal weken in de week vlees. Nou, varkensvlees heb ik eigenlijk al nooit zo heel lekker gevonden. Maar wij zijn wel opgegroeid met vlees. Maar door de jaren heen en je gaat op jezelf wonen, je gaat andere keuzes maken, ga je er toch weer op een andere manier mee om. Zelf denk ik dat het heel goed is dat de mensen meer bewust wordt gemaakt van wat er precies zich schuil gaat achter een stukje vlees. Ja. Dus ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Nou, de brug is gemaakt. Ja. En dan gaan we naar jou. Ja. Of naar jullie, moet ik zeggen. Naar jullie, ja. Ja. Ik heb een aantal leden van Tint heb ik mee mogen nemen vanavond hier naar de studio. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, okay. Wie is hier de presentator? Ja. Nou goed, ga maar door. Oh, oké, ja. Nou, ik ben dus vanochtend uitgenodigd. Toen ben ik gebeld of ik hier aan tafel wilde zitten. Dus ik heb door al mijn werkzaamheden op school ben ik met vanavond bezig geweest. En ik ben heel benieuwd naar de vragen die jij wil stellen. Wat jij wil weten over Tint. Heel simpel, voor de mensen die het niet weten. Wat is Tint? Ja, Tint is een koor. En wij zijn eigenlijk uniek. Want wij... Dat is nogal wat. Wij zingen en daarbij hebben wij ook nog theater. Dus wij combineren zang en theater. En door middel van korte theaterstukjes, publiek die naar onze voorstelling komt kijken, die krijgen altijd een 16, 17-tal mooie liedjes die ze naar kunnen luisteren. En daartussen zitten ook korte teksten. En dat samen vormt een mooi geheel voor een nieuw stuk. Ja, en welke liedjes kan ik dan verwachten? Bekende meezingers of... Bijvoorbeeld, we hebben liedjes van Frank Boeien, we hebben Queen, we hebben U2. Dus we hebben Nederlandstalige liedjes, we hebben Engelstalige liedjes. En die zijn niet gewoon, die zijn speciaal gearrangeerd voor Tint. Aha. Ja. En dat doet Dave, die ken ik. Die ken jij ook, denk ik? Ja, die ken ik. Ja. Dat is jouw man? Ja, mijn vriend. Ja, of klopt. Jouw vriend, maakt niet uit. Maar die schrijft hartstikke mooie arrangementen. Klopt, ja. Ja, en dat doet hij ook voor Tint. En we hebben ook mashups, dat twee liedjes dat we door elkaar gaan zingen. En wij zijn niet zomaar een koor. Nee, want dat heb ik gezien. Het is niet zomaar één stem, maar jullie hebben ook verschillende... We hebben verschillende groepen, hè? Ja. Zoals je weet, in een koor zitten daar... In een echt koor, ja. Zitten daar de heren, de tenoren, de bas. We hebben de sopranen, we hebben de alten en de mezzo's. En er was een andere naam voor de mezzo's, heb ik net gehoord. Ja, dat zijn de kletso's. De kletso's. Ja, en ik denk dat iedereen wel weet wat dat betekent. Ja. Wij vinden het heel moeilijk om ons mond dicht te houden. Ja, maar het moet ook gezellig zijn natuurlijk. Ja, wij zijn een heel gezellige groep. En wij zijn er gewoon voor elkaar. Mooie dingen, zoals voorstellingen presenteren. Maar ook als er leed is of dat iemand het moeilijk is. Wij zijn een heel hechte groep. Oké, okay, dat is ook heel belangrijk. En dat maakt ons uniek. Ja, ja. Zang brengt vaak mensen bij elkaar, hè? Zeker, muziek en, ja. Het is bindend. Ja. En hoe lang bestaan jullie al? Wij bestaan 5 jaar nu. Ja, dus dit is ons jubileum. Ja, en er komt een voorstelling in de Serenade, 24 en 25 februari. Ja, op zaterdagavond en op zondagmiddag. En deze voorstelling heet Radio Tint. Ja. Ja. En dat is, ik heb de poster gezien. Ja. Dus we zingen liedjes en daartussen komt een sketch om de liedjes aan elkaar te... Korte teksten
Dus we hebben geen hoofdrollen in onze groep. We hebben allemaal stukjes tekst met daaromheen de zang. Eerst zijn de muziekstukken verzameld, de liedjes. En daaromheen heeft de regisseur korte teksten bedacht. En dat vormt een compleet verhaal. Mooi. Ja, dat klinkt ingewikkeld. Dat is het ook, want het is een heel uniek proces. Ook een proces wat je elke keer mag bijstellen. Ja. En dat we denken van, nou, zo kan het beter of dit. Ja. En er zit ook een regisseur bij. Er zit ook een regisseur bij, ja. Scriptschrijver zie ik hier staan. Ja, Lieke Faber. Kennen de meeste in de omgeving Boksel ook. En waar komt jullie inspiratie vandaan? Nou, het leuke is, deze voorstelling hebben de leden eigenlijk zelf bedacht. Wij hadden een idee, wij zijn op een avond gaan brainstormen, want we hadden erover, nou, wat gaan we doen met Tint? We hadden natuurlijk eerst het Vintint Festival, gebaseerd op een festival, en wij wilden een nieuw stuk, we wilden weer een tintje anders. Dus wij zijn op een avond met alle leden gaan brainstormen, ideeën bij elkaar. Eigenlijk op een hoop gegooid, met elkaar in gesprek gegaan, en daar is dit verhaal uitgekomen. En daar heeft Lieke nog omheen de teksten, de zinnetjes bedacht en bepaalde typetjes. Ja, ja. Ja. En dan één keer in het jaar gezellig uit eten? Hebben we ook nog gedaan, ja, vorig jaar, klopt. Ja. Ja. Want uit eten kom ik weer bij jou terecht. Mooie brug. Ja, stel jij gaat uit eten. Ja, stel, jij gaat vast uit eten met je vrienden en vriendinnen. Ja, zeker, ja. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Het is, 7 jaar geleden was het heel anders. Dus had je wel echt met de patat en de ketchup. Maar tegenwoordig zijn er overal vegan restaurants of vegan opties. Het is echt zo ontzettend ontploft. En je kan overal eten. Dat is echt het minst moeilijke van veganist zijn. Ja, en als je uitgenodigd wordt op een barbecue? Nee, dat doe ik niet. Nee, dat kan ik niet. Ze hebben ook groentjes, hè, bij een barbecue. Ja, nee, maar ik kan die geur echt niet aan. Nee, okay. Als het apart is. Nee. Okay. Barbecues, ik kan best bij mensen die nog wat vlees eten. Maar barbecues, daar trek ik echt de grens. En dat is vanwege de geur? Ja, Nog niet eens vanwege het beeld? Of? Nee, het is echt de geur die ik niet meer... Ik doe de deur dicht als de buren barbecuen. Ja, sorry. Ja, sorry buren. Nee, ja, ik weet dat voor heel veel mensen klinkt dat een beetje... Maar ik associeer het echt met een lijkengeur. Ik kan er niet tegen. Nou, ik kan er iets bij voorstellen. Ik ben heel lang geleden gestopt met roken. Oh, ja. En als dan iemand... kijk, nu is het niet meer, maar toen er nog gerookt mocht worden in de kroeg... en mensen kwamen thuis met roken in de kleren, dan denk je, Jezus man, wat een stank. Terwijl ik zelf zo 20 jaar heb rondgelopen. Ja. Ja. Nee, maar ja, we nodigen natuurlijk wel mensen bij ons uit. En dat zijn ook niet altijd vegans. Dus het is altijd gewoon gezellig. Eten is ook vooral gezelligheid. Ja, en het is heel gezellig, want het staat op tafel. Je hebt dat meegenomen. We hebben het meegenomen. Ja, inderdaad. Ja, het is ook om te laten zien dat je hebt tegenwoordig zoveel opties, zoveel keuzes. Alleen om te laten zien of om te laten proeven? Je mag het proeven, zeker. Ja. Ja, nou, ik pak wel eentje. Ik vind ze heel kleurrijk uitzien. Kan je even uitleggen wat het is? Ik pak even een handje gewoon en laat het even zien aan de camera hier. Dit zijn gewoon vegan M&M's. Dus, vegan M&M's? Ja, mag natuurlijk geen reclame maken, dus moet. Nou, ik weet niet of het merk is, we mogen geen merk noemen. Okay, ja. Oh ja, ja, M&M, we noemen nog iets anders. Ja, de Hands-Off, wat hebben we? Smarties? No. Ja, Smarties, nog één merk. Een beetje Malteser-achtig. Ja, we zijn er. Ja. Sorry. Bros, ja, we zijn er. Hoeveel leden heb je inmiddels? 24 leden, waarvan 6 mannen. Daar zijn we ook heel blij mee dat die mannen er zijn en elke woensdagavond komen repeteren. Want dan voegt toch een extra cachet op een aantal mannen. Ja, het lijkt me inderdaad moeilijk om mannen te krijgen. Ja, dat is heel moeilijk. Dus als er mannen zijn die zich nog willen voegen bij een leuk theaterkoor, wees welkom woensdagavond om 8 uur repeteren genoeg, hè? Wij. Zo is het wel genoeg, hè? Ik mag geen klaar maken. Ik moet duidelijk afspreken. Maar Mirjam pakt gewoon de camera. Nou, dan mag rust. En mannen, hoe vinden jullie het eigenlijk? De mannen? Eén man. Ik kan alleen maar inderdaad kunnen versterking gebruiken, maar het is wel heel leuk. En die dames, ja, dan moeten we af en toe, dat zul je ook in het stuk zien, dat we af en toe de strijd aangaan. Oké, jij is horen, ik moet even vertalen. Ja. Hij vertaalt, hij vindt het hartstikke leuk om in het koor te zingen. Ja. En hij moet af en toe de strijd aangaan. En hij moet af en toe de strijd aangaan met de vrouwen. Het gaat erop. Ja? Ja, toch? Ja, het gaat er af en toe op. Hoe bedoel je? Nou, de strijd, de mannen en de vrouwen. We vinden dat wij in ons recht staan. Ja? Ja. Sorry, wat zeg je? Tijdens het stuk dat we gaan spelen, wij zijn
Ja. In het echt kunnen jullie goed met elkaar overweg, maar tijdens het stuk, maar dat moet ook, hè? Ja, maar dat is gewoon één stukje uit het grote geheel, hè? Ja. En nog even terug naar jou. Is het veel duurder om vegan te eten? Dat ligt aan wat je... Het was trouwens heerlijk, hoor. Oh, dat is mooi. Dat is echt, goed om te horen. Ja, leuk. Kijk, dit is natuurlijk vrij prijzig. Maar dat zijn gewone snoepjes en koekjes ook. Maar gewone normale vegan producten zijn natuurlijk ook vooral linzen, bonen. Ja, dat is eigenlijk veel goedkoper. Dus het heft elkaar een beetje op. Lekker. Ja. Je proeft geen verschil met de gebruikelijke... Nee, klopt. Die zijn echt goed. Ja. Hartstikke lekker. Ja, die blijven gewoon hier straks. Nou ja, dus, je mag het hebben. Jullie hebben nog meer acties. Ja, zeker. Bijvoorbeeld, ik heb gezien op de website Safe Square. Ja, klopt. Kun je uitleggen wat dat is? Ja, daar staan we op straat. Je ziet de foto, hè? Ja, met de laptops. En daar laten we eigenlijk zien wat er in de industrie gebeurt. Dus hoe die dieren aan hun eind komen. En dat doen we voor verschillende. Voor de vleesindustrie, voor bont, voor alles wat met diergebruik te maken heeft. Zuivel. En dan gaan we op in gesprek met mensen. Dus we spreken niemand zelf aan. We staan daar gewoon en als mensen geïnteresseerd zijn, dan gaan we het gesprek aan. Ja, en wat zijn de reacties overwegend? Mensen zijn heel geschokt. Mensen hebben echt geen idee wat er gebeurt. Maar we proberen dat altijd wel op een respectvolle manier te doen. Ja. En dat maakt eigenlijk dat je hele goede gesprekken hebt. En dat vinden wij ook heel belangrijk. Dat we blijven praten met elkaar, dat we dingen uitleggen, dat we mensen niet veroordelen. Dat levert hele mooie gesprekken op. Ja, maar kijk, wij hebben natuurlijk een stukje van ons op Facebook gezet. En dan komen er toch heel veel reacties van... Ik ga eens werken. Ik doe het even op z'n braaf. Ja, ik ga eens even gaan werken. Ja, dat hoor. En die dingen, hoe gaan jullie daarmee om? Denk je dan van, ja... Ja, dat zijn we inmiddels natuurlijk een beetje gewend. De meeste mensen die daar komen, die hebben gewoon een dag vrijgenomen. Het is echt zo'n vooroordeel dat wij allemaal geen werk hebben. Ja. Ik ga zo ook door naar mijn nachtdienst ook nog. Ja, dus, wat ga je dan doen? Ik werk in de zorg. Ja, verpleging. Okay. Dus, dat gaat één oor in het andere oor uit. Dus je hebt eigenlijk twee banen dan? Ja, zeker. Ja, ik werk fulltime voor Animal Safe. En dit doe ik eigenlijk er nog naast. Zo. Ja, voor de inval eigenlijk. Toevallig was het vannacht. Ja. Ja. Maar de meeste mensen zijn gewoon aan het werk. En kijk, dat soort opmerkingen. Ik vraag me af wat je dan zelf te doen hebt als je het nodig vindt om zulke comments te maken. Ja, precies. De volgende is de Plant-Based Treaty. Ja. Nou, dat is een campagne die we 2 jaar geleden gestart zijn. En dit is echt om de overheid op te roepen. Dus wat we doen met de Safe Squares en de Vigils is we proberen de mensen aan te spreken en te laten nadenken. Maar deze campagne is echt gericht om de overheid aan te zetten om die transitie in te gaan. Dus te zorgen dat er meer plantaardige opties zijn. Dat boeren kunnen omschakelen, want dat vinden we ook heel belangrijk. We willen helemaal niemand zijn brood afpakken. Ja. Maar er moet gewoon dingen veranderen en daar proberen we op in te zetten. Ja, en waar moeten dingen veranderen, zeg je? Sorry? Waar moeten dingen veranderen volgens jou? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen aan de hand. Klimaat, biodiversiteit, stikstof. Ik denk dat het heel duidelijk is dat het steeds belangrijker wordt dat we die omschakeling maken. En daar hebben we gewoon de overheid voor nodig. Ja, en een hoop tijd, denk ik. Ja, heel veel mensen die zeggen stikstof. Ja, maar de wetenschap is daar wel heel duidelijk over. Ja. En we kunnen ook niet langer wachten. We zitten in die problemen omdat we zo lang hebben gewacht. Toevallig is deze maand Amsterdam de eerste stad geweest die daar ook aandacht aan heeft besteed. Heeft de Plant-Based Treaty als stad getekend. Dus daar zijn we heel trots op. Ja, wij zijn ook een beetje voorloper volgens mij in ons land met allerlei dingen die... 100%. Ja. Dus, dat is leuk. Dat is goed om te zien. Dan hebben we nog de Food for Thought Food Truck. Ja, dat is ook wel een van mijn favorieten. Ik en mijn collega Lisette, die zit hier ook. En hier delen we eigenlijk vegan eten uit. Dus dit is echt, dat andere is allemaal best wel zwaar. En dit is juist een hele leuke, positieve manier om mensen in aanraking te laten komen. En hier geef je
Een vegan aan Hanneke Groenteman, zo te zien. Ja, ik weet niet. Toevallig Groenteman. Dus het is met deze voetdruk gaan we het hele land door. En zo zijn ze zelfs in Duitsland geweest. Ja? Merk je dan verschillende mentaliteit tussen Duitsland, tussen Duitsers en Nederlanders? Nee, niet echt. Nee, want mensen, kijk, als je iets eten komt brengen, dan zijn mensen altijd eigenlijk al blij. En dat vinden wij ook wel belangrijk. Nederlands. Precies. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat we ook met die voetdruk doen. Dus altijd van, we moeten van alles. En dit is een positieve manier van mensen bewust maken. En dat vinden wij belangrijk. We willen heel graag de connectie maken met mensen. Ja. En verbinding zoeken. Ja. En dat doen we met die truc. Verbinding zoeken, connectie maken. Doen jullie ook? Doen wij met muziek, hè? Toch? Ja, met ons muziek, met ons spel, met ons enthousiasme, met onze energie. Ja. Dus wij willen mensen een hele leuke avond bezorgen. Ja, goed gevoel geven. Een goed gevoel geven dat zij blij weggaan naar een mooie voorstelling. En dan gaan wij ook met deze voorstelling gaan wij dat, of tenminste dat proberen wij te bewerkstelligen. Maar de repetities, wij zijn de laatste week allemaal doorlopen aan het doen. Wij krijgen zelf als leden elke week wel een filmpje te zien met notes waar we op moeten gaan letten of mogen gaan letten en wat er nog verbeterd kan worden. Dus wij zijn alles nu in de laatste weken aan het fine-tunen. Ja, en wat kan er nog veel verbeterd worden? Kan er nog veel verbeterd worden? Nou, wij zingen 16 liedjes, hè? Dus allemaal uit ons hoofd, daarbij allemaal nog korte zinnetjes tekst. En dat is eigenlijk moeilijker dan hele lappen tekst, want je moet op elkaar inspelen. Jouw timing moet goed zijn. En dan moet je ook nog rekening houden met het publiek. En nog rekening houden met de muziek. Dus er zijn heel veel facetten waar we rekening mee moeten houden. En dat vergt concentratie. En op woensdagavond is die soms bij mijzelf soms ook wel wat verder te zoeken dan bijvoorbeeld afgelopen zondag hebben wij een hele doorloop gehad. Hebben een hele dag repetitie gehad. En dan merk je dat iedereen wat iets frisser is. De werkweek die ligt dan al een dag achter je. Want je hebt de zaterdag al een beetje gehad om uit te rusten. Maar dan zijn wij scherp. En dan gaan wij twee doorlopen doen. En dan krijgen we de notes. Dan krijgen we de aantekeningen van Dave. En die proberen we dan weer in de volgende doorloop mee te nemen. Andere vraag. Hebben jullie huisdieren? Ik had er één. Maar die heb ik 2 jaar geleden, mijn lieve hond, helaas in moeten laten slapen. Want die was na 12 jaar verlamd. Was ouderdom. Ja. En jij? Ja. Ik heb 2 honden. Maar waarom vraag ik dat? Ik heb een leuk filmpje over dieren. En dit is dan een kattenfilm, een poezenfilmpje. Daar gaan we even naar kijken. Oh, nee. Oh, die kan ik de hele dag kijken. Ja. Oh, ja. Nee, are you with me, lion? The choice is yours. Dames, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, heel dankjewel. Leuk. En ik hoop dat jij een beetje van jouw boodschap hebt kunt uitdragen. Ja, en jij ook. Ik heb alleen nog niet kunnen vertellen waar onze nieuwe voorstelling over gaat. Nou, even snel dan. Snel. Mirjam, waar gaat jullie nieuwe voorstelling over? Onze voorstelling gaat over een oude kroeg. En de kroegbaas heeft besloten om de kroeg definitief te gaan sluiten. Zij wil haar eigen leven gaan leiden, maar zij wil voor alle gasten wil zij nog een mooie laatste avond verzorgen. We hebben een reporter van Radio Tint, die gaat heel die avond gaat zij gadeslaan,
gaat ze reporteren, ik weet niet hoe je dat goed zegt, maar reporter. Dan dan wordt dus een mooi afscheid verzorgd voor al die gasten. Daar komen oude liefdes, die oude liefdes gaan weer herleven. De bestaande liefdes die worden weer op scherp gezet. Er zijn gasten van het café die gaan hun eigen leven weer een beetje overwegen. Die gaan nieuwe paden inslaan. Dus er zitten ook allerlei complotten en dergelijke in. Maar die kroeg gaat dus sluiten en die laatste avond, die wordt weer gegeven. Ja, hartstikke leuk. Hoe leuk. Nou, ja. Dat wordt hartstikke mooi. Nou, nogmaals hartelijk dank en veel dank succes. Dankjewel. Ja, gaat lukken. Ja, succes. Ja, jij ook. Ja. Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden en ook iets geleerd hebben misschien. Ik zeg tot de volgende keer.